Mijn naam is Joost Brouwen. Ik ben Parkinson boxcoach hier in Almelo. Oké, en Parkinson boxcoach. Is dat niet ingewikkeld, boksen met Parkinson? Dat lijkt het misschien wel, maar dat is het niet. Het is goed te doen. Ik heb daar een cursus voor gevolgd. Tot Parkinson boxcoach. En het is hartstikke leuk om te doen met de mensen. Het is bewezen dat boksen met Parkinson voor mensen met Parkinson goed is. Ze sporten intensief, ze bewegen intensief, waardoor ze weer meer dopamine aanmaken. Dat is weer bevorderlijk voor het bewegen. Daarnaast doen we ook nog heel veel cognitieve spelletjes, waardoor de twee hersenhelften weer wat meer gaan samenwerken. Dat helpt ze weer in het dagelijks leven. Ja, want nou hebben mensen met Parkinson dus moeite met bewegingen. En merk je dat ook in de training? Ja, zeker. Zeker. En het verschilt ook echt per persoon. Niemand is hetzelfde. De een kan nog steeds met gestrekte knieën met zijn handen de grond aanraken. De andere kan het niet. Met boksbeweging, de ene kan wel een goede hoek maken. De andere lukt het wat minder, omdat het toch misschien wat meer pijn in de schouder heeft. Of de beweging wat moeilijker kan maken. Ja, dat zie ik wel. Ja. Kan iedereen met Parkinson hier op training komen? Ik kijk wel hoe ja. Je Parkinson, de ziekte, gaat eigenlijk altijd, wordt altijd minder. Dus ik kijk wel van oké, het moet wel realistisch blijven. Het moet ook veilig blijven voor de mensen. Als ik het gevoel heb dat ik denk van hey, het is niet veilig meer voor diegene. Dan zal ik ook zeggen dat hij het beter niet kan doen. Maar anders wel, ja hoor. Dus iedereen in principe met beginnende Parkinson zou op training kunnen? Ja, zeker. Ja, geen probleem.